chillingruimte bij de Hoenderloo-groep geheel vernieuwd. Apeldoorn moet dementievriendelijker worden. En groots carnavalsfeest op Zonnewendeschool. Bij de Hoenderloo-groep in Hoenderloo heeft de chill-inruimte een ware metamorfose ondergaan. Dit is mogelijk gemaakt door de Lions Nederland en Stichting Het Vergeten Kind. Onze stichting, Het Vergeten Kind, zet zich in voor kinderen in Nederland die in een kwetsbare positie verkeren vanwege een instabiele of onveilige thuissituatie. En vanuit die rol die wij hebben, hebben wij heel veel en goede contacten met jeugdzorgaanbieders in Nederland. Waaronder ook de Hoenderloo-groep als onderdeel van Plurijn. En we zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar een locatie die het wat ons betreft verdiende ook om omgetoverd te worden naar een fijne, veilige en prettige plek voor jongeren om te verblijven. De ruimte had toen een, hoe zal ik het noemen, jaren 60, 70 sfeertje. Bruin, donker, wat ouder meubilair. Kan allemaal, want dit is Meeting Point. Hè? Dit is de chillruimte voor jongelui die op dit jeugdzorgterrein op worden gevangen. Maar het was natuurlijk niet gezellig. En juist dat extra's vonden wij heel belangrijk om te gaan geven. En we zien nu een moderne, eigentijdse ruimte. Wij zijn er heel erg blij mee. De ruimte is bedoeld voor de 350 kwetsbare kinderen van de Hoenderloo-groep. Met dit project werkte Lions Nederland en Stichting Het Vergeten Kind nauw samen. De chill-inruimte werd woensdag officieel in gebruik genomen. We hebben nu inderdaad een betoverde ruimte, vind ik wel. Heel eigentijds voor de jongelui van de Hoenderloo-groep die hier wonen, leven, studeren en echt ook recht hebben op net even wat leuker dan het was. U bent ook tevreden over het resultaat? Ja, ik vind het super. Vanuit mijn rol bij de stichting kom ik bij vele locaties door het hele land. En ja, ik gun eigenlijk iedere locatie een ruimte zoals deze. Ik probeer het privé thuis ook fijn en gezellig te maken, huiselijk. Nou, dat gun je ieder kind, iedere jongere. En ik ben blij dat we met Lions, maar ook met de medewerker van Hoenderloo-groep, tot dit resultaat zijn gekomen. Dus fantastisch. Ook de Hoenderloo-groep is dol enthousiast over het eindresultaat. Veel mensen in ons land hebben dementie. Maar hoe ga je met iemand om die deze aandoening heeft? Dat werd donderdag onder de aandacht gebracht in de Hofstadkerk in Apeldoorn-Zuid. Met als motto: Apeldoorn wordt dementievriendelijk. Waarom wil Apeldoorn een dementievriendelijke stad worden? Nou, dat zou je eigenlijk aan de gemeente Apeldoorn moeten vragen. Maar ik vind het heel logisch. Want er is een hele landelijke campagne, dementievriendelijk.nl. En er zijn heel veel gemeenten die zeggen van het aantal mensen met dementie groeit echt behoorlijk. En dat is alle reden om te kijken of de gemeente echt ook is ingericht op die groei. En het is niet alleen de groei van het aantal mensen met dementie, maar ook dat ze langer thuis blijven wonen. Dus steeds vaker in de wijk gezien worden en in winkels, in de horeca. En daar is onze campagne op gericht. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt. Om die mensen te kunnen helpen, als zij het even niet meer weten, is goede voorlichting van belang. Volgens Elise Roelofsen moet er nog heel veel gebeuren. Op de eerste plaats is het denk ik van belang dat mensen in de wijk, wijkbewoners, maar ook mensen in winkels, in de horeca, achter het loket van de WMO, nou noem maar op, weten dat wat dementie is. En liefst ook hoe ze mensen met dementie kunnen herkennen als ze voor het loket staan of in de winkel. En hoe ze dan om kunnen gaan met gedrag wat ze misschien niet begrijpen. Want mensen met dementie kunnen onverwachte reacties hebben, kunnen ook vergeten misschien te betalen. En als je dan boos wordt, dat is jammer. Dat kan ook anders. Ook op straat kunnen mensen iemand met dementie vooruit helpen. Dus hoe reageer ik dan? Misschien zeggen van, kan ik u helpen? Moet u naar de slager? Moet u naar de bakker? Of wilt u een wandelingetje maken? En misschien heeft hij wel, als hij echt verdwaald is, een naam bij zich dat u hem weer naar huis kan brengen. Dus altijd rustig blijven? Altijd rustig. Nooit eraan beginnen te trekken. Want dat wil u zelf ook niet. Als je aan mensen begint te trekken, dan worden ze echt van, blijf van me af. Ja. En dat is vooral voor mensen die al zo in de war zijn, is dat heel erg.
Tijdens de informatiemiddag waren veel organisaties aanwezig die al veel hulp bieden aan mensen met dementie. Het geheugensteunpunt hier in Apeldoorn. We hebben medewerking van Stiemens, dat is ook een grote vrijwilligersorganisatie die ontmoetingsplaatsen heeft. Zij doet samen, doet heel veel opvang ook. En die heeft ook middagen waar mensen kunnen komen, samenkomen. Want onderling hebben ook mantelzorgers en mensen steun aan elkaar. Hè? Het uiteindelijke doel van de middag was om een prettige en veilige omgeving voor mensen met dementie te creëren. Vrijdagochtend vroeg werd er op het plein van de basisschool De Zonnewende al gehorst. De school hield een groot carnavalsfeest voor de scholieren. De Zonnewende heeft zelfs een eigen raad van 11 met prins en al. De Apeldoornse carnavalsvereniging De Klutsers waren ook van de partij. Jeugdprins Tijmen I en jeugdprinses Serena gaven de prins en prinses van de school een echte prinsenmedaille. De Zonnewende is de enige school in Apeldoorn die het carnaval omarmt en daar een echt feest van maakt. Wij vieren ieder jaar carnaval bij ons op school. En dit jaar mocht ik het organiseren met nog een collega en wij zijn echte carnavalsvierders. Dus wij hebben dit jaar carnaval lekker groots opgezet met een echte sleuteloverdracht en een naamsverandering van de school. En dat vinden we fantastisch. De prins ontving de sleutel van de school. Dat houdt feitelijk in dat hij eventjes de baas van de school is. Of dat ook daadwerkelijk zo is, laat zich raden. De carnavalsvereniging De Klutsers hielp de school met het organiseren. Hoe vond u het vandaag? Ja, dit is grandioos. Hier doe je het voor. Wij zijn in december benaderd door de school De Zonnewende. Of wij als carnavalsvereniging hier aan mee willen werken. Nou, dit is voor ons echt een uitdaging. En ja, dit is grandioos. Dit is perfect. En wat was uw rol, wat was uw bijdrage bij dit hele gebeuren? Nou, ik heb samen met de oude raad, met Natasja en enkele leerkrachten, hebben de draaiboek hebben we in elkaar gezet. En alle klassen komen vandaag aan bord. En wij als carnavalsvereniging gaan dat helemaal begeleiden met onze prins en prinses en de jeugd. Om het een beetje in goede banen te leiden en echt carnaval te gaan vieren. Ook de oudere raad van de school zat in de organisatie. Samen met de leerkrachten hebben we het feest proberen neer te zetten. Of we zijn nog bezig midden in het feest. En de school is een katholieke school. Dus we wilden dit jaar echt ook het carnavalsgevoel doen. Anders dan gewoon een feestdag. Dus zo heb ik contact gezocht met de carnavalsvereniging De Klutsers. En daar zijn we met elkaar mooi plan gaan breien om de school een feestje te geven voor carnaval. Met echt het gevoel van carnaval. En de leerlingen hebben ook in de lessen alles over carnaval geleerd en voorbereid. De school kreeg ook tijdelijk een andere naam. Het onthullen van de naam ging niet helemaal zoals bedoeld was. Met behulp van een stok werd de naam toch even zichtbaar. De Zonnewende heeft twee gebouwen aan weerszijden van het spoor in de wijk Osseveld. De school aan de linie barstte een uur later pas het feest los. En hoe hebben de kinderen het ervaren? De kinderen, we zijn eigenlijk al de hele week met carnaval bezig. We hebben de school versierd en zo begint het een beetje te leven. Kinderen zijn in de klasse druk met stukjes voorbereiden, dus volgens mij vinden ze het fantastisch, ja. Het feesten en hossen duurde tot 12 uur. Nu al staat vast dat het carnavalsfeest volgend jaar weer op de Zonnewende zal worden gehouden. Vrijdagmiddag werd aan de Talingweg in Apeldoorn-Zuid een gaslucht geroken. Bij aankomst van de hulpdiensten stuitten zij in een woning op een levenloos lichaam. Die woning zou de bron van de gaslucht zijn. Drie andere woningen werden tijdelijk ontruimd. Hangend het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen omtrent wat precies gebeurd is en wie het slachtoffer is. Morgen is het zonnig en droog en bij een matige wind wordt het een graad of 12. In de avond en nacht is het helder en neemt de wind af tot zwak. Het kwik daalt naar de min 1 graad. Zondag en maandag is het zonnig en droog. Zondag wordt het zo'n 12 graden en maandag kan het kwik oplopen naar zo'n 14 of 15 graden. De nachttemperaturen liggen zo rond het vriespunt.